Iedere maand reiken we met het Nederlands Debatinstituut in samenwerking met het EO Radio 1-programma Dit is de Dag de maandelijkse debatprijs uit aan diegene die zich op een positieve wijze heeft onderscheiden in het debat tijdens die maand. Deze maand wint Marianne Thieme de prijs. En dat is eigenlijk bijzonder, want ze heeft zich niet zozeer afgelopen maand onderscheiden in het debat, maar wij vinden dat ze recht heeft op de prijs, gezien het kamerwerk dat zij sinds 2006 in de Tweede Kamer heeft verricht. En ze heeft natuurlijk deze maand afscheid genomen. Waarom verdient ze de prijs? Eigenlijk om drie redenen. Omdat zij resultaatgericht was in de Tweede Kamer, altijd vanuit de inhoud werkte en heel bevlogen sprak. Laat ik met het eerste beginnen. Resultaatgericht. Toen de Partij voor de Dieren in 2006 als een verrassing min of meer met twee zetels in de Tweede Kamer kwam, deed iedereen er een beetje lacherig over. Sterker nog, premier Rutte tot op de dag van vandaag heeft hij het altijd over de dierenpartij. En wordt er nog wel eens met humor en een beetje dédain naar de partij gekeken. Maar ze hebben wel resultaat geboekt. In de Tweede Kamerverkiezing van 2017 met vijf zetels in de Kamer. Ze zitten nu ook in de Eerste Kamer. Ze zitten in het Europees Parlement. Ze zitten in provinciale staten in 10 van de 12 provincies. En ze zijn in heel veel gemeentes ook vertegenwoordigd. En tot slot, 17 andere landen kennen inmiddels hun Partij voor de Dieren. Kortom, Marianne Thieme en haar partij hebben echt een enorme prestatie verricht door hun streven en hun ideaal zo breed in Nederland, maar ook internationaal op de Kamer te zetten. Door de focus te houden op de bal, op hun ideaal. Maar ze waren ook altijd vanuit de inhoud aan het debatteren. En ook dat is bijzonder. Zelden tot nooit effectbejacht. Maar Marianne Thieme wist in Kamerdebat exact waar ze het over had. Had haar feiten, had de statistieken aan haar kant. En wist heel goed vanuit haar ideaal inhoudelijk de degens te kruisen met haar opponenten. En dat deze op een hele scherpe, goede manier. En dat zien we vaak bij andere partijen nog wel eens anders, die vooral toch ook op effectbejacht uit zijn. Dat niet bij de Partij voor de Dieren, altijd vanuit de inhoud. En tot slot, Marianne Thieme is een hele bevlogen spreekster. Af en toe beet ze zich echt vast in haar opponenten. Altijd was ze fel als ze aan het woord was. Maar, en dat is wel bijzonder, ze kon dat af en toe ook met humor combineren. Kijk maar eens naar het volgende fragment. Laat ik eerst eens voor de verandering een compliment geven aan de coalitiepartijen. Ja, daar moet je even voor gaan zitten. Ja, de heer Rutte gaat ervoor zitten inderdaad. Ja, heeft u nog nooit gehoord. Het klimaatprobleem heeft een eervolle vermelding gekregen in het regeerakkoord. Ondanks het feit dat volgens CDA-prominent Wijfels collega Buma net zo weinig weet van het klimaatprobleem als Trump. En ondanks dat de VVD het klimaatprobleem onder druk van haar partijcongres schrapte uit het verkiezingsprogramma. Dit is Marianne Thieme ten voeten uit. Het begint met een beetje humor, begint een beetje luchtig, maar daarna toch vol op de inhoud en toch ook wel een beetje op een grappige manier op de persoon uithalen naar haar politieke opponenten. En op deze drie redenen, omdat ze resultaatgericht is geweest de afgelopen jaren, dat ze altijd vanuit de inhoud debatteerde en omdat ze echt een schoolvoorbeeld is geweest qua bevlogenheid, kennen we haar deze maand de debatprijs toe. Omdat ze echt een voorbeeld is voor mensen die idealen hebben, iets willen bereiken in de politiek, vanuit het niets, het lukt om in de Tweede Kamer te komen, daar ook echt resultaat te boeken. Maar ja, een video over Marianne Thieme, die moet ook eindigen met Marianne Thieme. En uiteraard moet dat met de woorden die zij sinds 2006, overal waar zij sprak, in ieder Kamerdebat, elke lezing, elk verkiezingsdebat, de woorden waarmee zij altijd eindigde. En verblind is door geopolitiek en handelsbelangen. Voorts ben ik van mening, voorzitter, dat er niet alleen in Oekraïne, maar ook in Nederland een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel. Vond je dit nou een leuke en interessante video? Dan kun je overwegen je te abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut. En dat kun je hierboven doen. Dan ontvang je andere video's over de debatprijs, maar ook concrete slimme tips die jij zelf kunt gebruiken om nog overtuigender te spreken. En heb je commentaar, kritiek, complimenten, vragen over deze video? Dan kun je dat hieronder via de comments met ons delen.